In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal wekelijks de bekendste seks- en drugsmythes testen. Hoe we dat doen? Door het zelf aan den lijve te ondervinden. Zijn de resultaten positief? Dan is het waar. Maar komt de mythe negatief uit de test? Dan is het gewoon een lulverhaal. En de mythe van deze week is: bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier. Oké, dit houdt dus in dat je kater het minst erg zou moeten zijn als je wijn na bier drinkt. Ja, en je wordt hier helemaal mee dood gegooid. Hè? Ja. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar oud ding, dit toch? Hoor je altijd. Ja. Ja. Maar om te checken of deze mythe waar is, gaan we het vandaag voor jullie uittesten. Dit gaan we alleen niet doen voordat jullie hebben geliked en geabonneerd. Ja, doe dat, want anders dan gaan we het gewoon niet testen. Lullig, hè? Ja. En laat even weten in de comments welke seks- of drugsmythe jij wil dat wij de volgende keer gaan uittesten. Zoveel macht. Wijn na bier geeft plezier. Mijn eerste gedachte over deze mythe is dat ik het een beetje dubieus vind. Het is een oud gezegde. Mijn ouders deden dat, gebruikten dat vroeger altijd al. Dat je als je wijn drinkt nadat je bier drinkt, dat je kater dan meevalt. Wijn na bier geeft plezier is denk ik wel echt een lulverhaal. Ja, wijn geeft absoluut plezier. Na bier, voor bier. Ik denk dat het een lulverhaal is. Wijn na bier geeft geen plezier, dat is een lulverhaal. Oké, we hebben natuurlijk ons leven ervoor over om te testen of deze mythe nou waar of niet waar is. Dus hebben we maar liefst 2 testdagen. Ja, ik test vandaag bier naar wijn, dus ik ben team venijn. En ik test wijn naar bier, dus team plezier. Dus volgens de mythe zou ik me morgenochtend het beste moeten voelen. Daarna doen we het hele feest opnieuw, maar switchen we van volgorde. Wat denk jij dat er uit de test gaat komen? Eigenlijk bij mij, als er sowieso wijn in het spel komt, ben ik gewoon gone with the wind. Oké, spannend. Ja. Nou, jongens, we gaan dit natuurlijk niet zonder toezicht doen. We worden tijdens het hele experiment nauwlettend in de gaten gehouden door onze EHBO'er Mark. We willen voor dit experiment allebei goed dronken worden. Over het algemeen zijn vrouwen dronken bij 6 tot 12 glazen alcohol. En bij mannen ligt dit tussen de 8 en 12 glazen. Maar hoe snel je dronken wordt, heeft naast je geslacht ook te maken met dingen als lichaamsbouw, alcoholtolerantie, wat je die dag gegeten hebt en hoe je je op dat moment voelt. Oké, we kunnen beginnen. Ik zeg proost op jullie belastingcenten. Hey. Je schaartje vlies, moet je een grote slok drinken. Steen, papier, schaar. Kut! Mensen doen altijd als eerst schaar. Het verschilt van persoon tot persoon wanneer je een kater krijgt. Voor iedereen geldt eigenlijk hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op een kater. Maar de ene persoon is net iets gevoeliger voor bijvoorbeeld de afbraakstoffen. De andere heeft sneller een geïrriteerde maag. Maar er is geen veilige hoeveelheid alcohol die ervoor zorgt dat je geen kater krijgt. Het level is bereikt van de strakke bierbuik. Ja, en ik voel me echt zuur van de wijn. Dus het is tijd om te switchen. Ja. Dus jij krijgt mijn bier. Dankjewel. Jij gaat over op de wijn. Team venijn. Team plezier. Let's go. Eigenlijk de enige manier om een kater tegen te gaan is geen alcohol te drinken. Of dan in ieder geval niet heel veel te drinken. Kies je ervoor om toch die alcohol te gaan drinken. Hou dan voor jezelf bij hoeveel standaard glazen je drinkt. En daarnaast is het handig om en om te drinken. Dus drink je een glas alcohol, drink dan daarna een glas water. Zo hou je het vocht in je lichaam een beetje op peil. Wat? Blijf staan! Blijf staan, dan geef ik je bier. Ik ben er! Oké, kom maar door met die bier. Oké, de alcohol zit erin. We gaan even kijken hoeveel alcohol promiel per... Wat? Promillage. Zullen we even over... De drank zit erin. We gaan kijken hoeveel alcohol er in ons bloed zit. Blazen, gin, blazen, 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 blazen. En nee, dat mag niet! 20, danger. Hij
Hij kan het niet aan. Hij gaat ook uit. dit ding slaat gewoon over de toeren. Laten we eens even kijken hoe het bij jou zit. Blessen. 2-1. Ook danger, hè? Zegt hij ook bij jou. Ook danger? Dus jij mag absoluut niet achter het stuur. Dus ik zou morgenochtend minder brak moeten zijn dan jij. Ja, want ik ben nog steeds team venijn. Ja, en ik ben team plezier. Dus we zien jullie morgenochtend. Hallo, goedemorgen. Oh! Dankjewel, kom verder. Lekker. Nou, kom maar mee. Oké. Even kijken hoe erg mijn kater is. Ben je moe? Ja. Heb je slecht geslapen? Ja, heel erg. Heb je dorst? Ja. Nee. Heb je hoofdpijn? Nee. Een beetje. Ben je misselijk? Nee. Heel klein beetje misschien. Heb je overgegeven? Nee. Nee. Vind je het moeilijk om het licht te verdragen? Beetje. Vind je het moeilijk om je te concentreren? Nee, ja. Vind ik het moeilijk. Voel je prikkelbaar? Nee. Ben je aan het zweten? Nee. Ja. Eigenlijk heb ik 2,5 jaartjes van de 10 symptomen. Dus ik denk al met al, na dag 1, team plezier, ben ik best plezierig. Nou, team venijn, ik heb dus nog best wel een kater. Ik ga nog even slapen. Ik ben heel benieuwd hoe het de volgende keer gaat, want dan ben ik lekker team plezier. Zin in. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe bar, nieuwe kansen. Ja, we zijn helemaal uitgeslapen. We voelen ons weer helemaal happy de peppy. We hebben net ons buikje rondgegeten. Dus we zijn helemaal klaar voor een nieuwe testdag. Nou, vandaag begin ik met het bier. Dus volgens de mythe zou ik team plezier moeten zijn. Ja, en ik begin met de wijn. Dus team venijn. Dus morgenochtend zou ik me het allerkutste moeten voelen. Dus ik zou zeggen, hey, we kunnen los. Wat? Waar wachten we op? Hatsiek idee, over vlak 1. Oké, ik heb één hele serieuze vraag voor jou. Heb je zin in een wijntje? Ja. Ik heb heel veel zin in bier. So it's time to switch, baby. Belly shot! Belly shot! Voor je kater maakt het niet uit in welke volgorde je drinkt. Alcohol is alcohol. Het komt allemaal in je maag terecht. En hoe meer je drinkt, hoe meer kans je krijgt op een kater. Het punt is bereikt van lamheid. Dus ik ben team venijn morgenochtend. Team plezier. Ja, en we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ja, godsjongens. We gaan gewoon kijken hoe het gaat. Het is de volgende ochtend en ik ben bij Jurre om te kijken hoe we ons voelen. En natuurlijk ook om dit onderzoek gezellig samen af te sluiten. Ik heb een ontbijtje bij me en de katervragenlijst. Dus kom mee. Goedemorgen. Schatje. Dankjewel. Oké, laten we de katerchecklist doen. Ja. Ben je moe? Ja. Ja. Heb je slecht geslapen? Ja. Ja. Heb je dorst? Nee. Nee. Heb je hoofdpijn? Ja. Nee. Ben je misselijk? Nee. Beetje. Heb je overgegeven? Nee. Gelukkig, nee, ik ook niet. Vind je het moeilijk om het licht te verdragen? Nee. Nee. Vind je het moeilijk om je te concentreren? Ja. Nee. Voel je je prikkelbaar? Nee. Ben je aan het zweten? Nee. Oké. Alright, we have the results. Zal ik beginnen? Van dit baanbrekende onderzoek. Vertel. Ik heb 1, 2, 3, 4 jaartjes. Dus eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Jij zou nu echt team plezier moeten zijn. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, ik heb nog steeds wel een kater. Ik denk echt dat ik precies dezelfde resultaten heb als de vorige keer. Moe, slecht geslapen en een beetje misselijk. Dit had ik de vorige keer ook. Terwijl nu zou ik echt team venijn moeten zijn. Maar mijn kater is dus gewoon precies hetzelfde. Dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de mythe bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier, dat die gewoon nergens op slaat. Het klopt niet. Het is een lulverhaal. Dus we hebben het bij deze negatief getest. De resultaten zijn binnen. De mythe van deze week, bier na wijn geeft venijn en wijn na bier geeft plezier, is officieel negatief getest. Dat brengt het totaal op 1 negatieve test. Maar bekijk het van de positieve kant.
Volgende week zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering en een nieuwe mythe.